Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nog een keer. Nog een keer? Oké. 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 Presidential Vlog juni 2021 zit erop. Het is de laatste Presidential Vlog in zijn of haar reeks. Je gaat nog een light versie van mij krijgen eind juli als roundup. Weliswaar heb je nu gezien wat er allemaal gebeurd is en nog kunnen gebeuren in juni. Ik neem graag jullie mee naar de laatste maand juli van ons werkingsjaar. We gaan ook niet stilzitten, want jullie krijgen deze maand de twee nieuwe partnerships, Payconiq en Digital Printing, waar we toch al verschillende keren over gebabbeld hebben, op jullie bord. Jullie gaan ook ontdekken wat voor meerwaarde dat kan betekenen voor jouw lokale afdeling en zelf voor jouw bedrijf, als je dat kan gebruiken. Het is ook een record-breaking jaar geweest als je spreekt over de partnerships, en dat komt alleen maar omdat we vanuit de kracht van het JCI zijn vertrokken en die hebben wij overgedragen naar onze huidige, maar ook naar onze nieuwe partners. We hebben jullie ook meegetrokken in het groeiverhaal, groei en retentie. We hebben verschillende sessies georganiseerd, maar we zijn geëindigd deze maand met Derek Riley, de expert van JCI, in overseas eigenlijk, JCI Ireland, hoe dat hij dat allemaal heeft gedaan. En dat heeft jullie geïnspireerd. We zijn in bubbels samengekomen en we gaan jullie nog verder inspireren in de juli maand, want onze groeimanager Kel, die gaat nog wat bits en bytes en snips creëren vanuit die verschillende groeisessies om de brug te maken richting volgend jaar. Want het was niet enkel dit jaar, maar ook de toekomst, dat dat een werkpunt kan zijn en een checklist voor jouw afdeling beter te laten worden. Op legal vlak hebben we heel veel statutenwijzigingen gezien. Dat komt ook natuurlijk omdat jullie de modelstatuten van de Keugenie hebben gekregen. Waarvoor dank. Als jullie daar nog vragen over hebben, je weet haar zeker te vinden. Op vlak van communicatie gaan we blijven communiceren met alles dat we zien passeren van jullie. En uiteraard nog wel wat zaken waar dat wij nog mee gaan bezig zijn. Het budget en het slotwoord mag je verwachten van mij op de AV in september. We gaan dit allemaal afronden, dit werkingsjaar, met de overdracht naar het Phoenixjaar. Maar we gaan ook nog een laatste ronde van de senatorendossiers doen. Tweede helft van juli, dus wie weet, komen er maar nieuwe senatoren bij voor het nieuwe werkingsjaar. Dus, alles samengevat, je kan nog een light versie verwachten eind juli, met ja, een soort van slotwoord. Eigenlijk een round-up op het einde van ja, een van de meest mooie jaren uit mijn JCI-carrière tot nu toe. Merci alvast aan iedereen dat er heeft aan gewerkt.
Iedereen krijgt nog wel een bedenking in die laatste presidential vlog, maar zeker ook op de AV in september. Ik geef jullie heel graag mee. Blijf gaan, blijf groeien, blijf die projecten doen, blijf buiten komen, want jullie zijn daar ongelooflijk mee bezig. En dat is eigenlijk hetgeen dat jullie ook heel dit jaar al zo origineel hebben gedaan op alle mogelijke vlakken. En op die manier, beste vrienden, bouwen wij verder aan de meest fantastische organisatie ter wereld, maar vooral ook aan de meest fantastische regio ter wereld. En dat is JCA Vlaanderen. Merci, geniet van jullie zomer en tot heel snel. Ciao. Whoa!